Welkom bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Ryan Meerbeek en ik zit hier vandaag in onze allermooiste caravan. Dit is de Hobby Prestige 620 CL en deze caravan heeft werkelijk waar alles. Hij is 2,50 meter breed, hij heeft een couchsit, daar kun je echt met het hele gezin, wat zeg ik, met de hele familie in zitten. Hij heeft een dakairco waar u mee kunt koelen verwarmen. En aan de buitenkant heeft hij nog twee mooie items. Ja, onder andere dus de Enduro 515 FL Mover. En nog een dak, luifel. En dan ook nog eens aan de buitenkant, omdat het zo'n grote wagen is, een tandemmasser. Dus dat betekent vier wielen. Ja, en zo'n tandemmasser, dat ligt heel erg fijn achter je auto. Het is eigenlijk net een huis wat je vervoert, maar dan met wielen. Ja. En weet dat deze luifel, die op deze tandemmasser is geplaatst, dat is een 5 meter lange luifel. En die heeft een uitval van 2,50 meter. Dus dan kun je ook nog aan de buitenkant gewoon een heel groot deel aanbouwen. Dat is heel fijn. En dan kun je echt lekker buiten leven. Maar als het dan een keertje regent, ga je natuurlijk naar binnen. En van de binnenkant is hier een prachtige caravan. Hij heeft een nieuwe plafonnière gekregen. Dan wordt alles hier heel erg mooi belicht. Doe maar eens een paar van die kasten open, Rocco. Hele grote kasten. Dat gaat heel soepel open inderdaad. En dan hebben ze ook mooi een aflegplank ingeplaatst. Mooi een aluminium die schroeven gedraaid, dat super vast zit. Ook tijdens het rijden, dat het niet los gaat in verloop van tijd. Ja, daar kan niks meer gebeuren. En softclose. Inderdaad. Dat is ideaal. Sluit perfect. Rocco en ik houden er allebei van om in het weekend naar de stad toe te gaan. Maar bij deze caravan hoeft dat niet. Want deze caravan heeft zelf al een bar, zoals je ziet. Kan ik hier mijn drankje afhalen? Ja, het is zo'n grote caravan. Dus je kunt ook gewoon genoeg mensen uitnodigen om hier de hele avond lekker gezellig te blijven. Ja. Tegenover de keuken, dat zien we hier allemaal, Rocco. De dubbele deurs hangkast. En moet je eens kijken, er zit een heel mooi paneel in. Kom maar eens. Dat heeft te maken met... Ah ja, dat is voor de verwarming volgens mij, toch? Ja, inderdaad. Voor het water. Kijk maar, camera. Je ziet nu dat die op het campertje staat, dat betekent de verwarming. Daarnaast is het watertje, dus dan kun je de boiler verwarmen. Dus op die manier heb je gewoon met stroom of met gas of allebei, dat is super sterk, heb je warme lucht binnen of warm water uit de kraan. En die zit daar. Ja, die boiler, slash kachel, heeft zelfs een inhoud van 10 liter, dus die gaat ook niet snel leeg. Hierboven ook nog allemaal kastjes, zoals je ziet. Oh ja. Roldeurtje inderdaad. Je kunt al uw keukenspullen kwijt in deze caravan. Ze hebben ook allemaal goed gedacht aan een aflegplank, zodat je die kastjes gewoon perfect kunt benutten. Dit vind ik altijd de mooiste kast in deze caravan. Moet je maar eens kijken. Zo. Onderste komt eruit en bovenste komt er ook nog helemaal uit. Daar kun je de pannen plaatsen of als je lekker wil koken, dan heb je daar de pannen staan of wat anders. De grote spullen inderdaad, die kunnen daar makkelijk in worden neergezet. Ja. Natuurlijk ook de drie normale grote keukenlades. Die kennen we van Hobby, maar die kast die u net liet zien, die is toch wel echt uniek. En waar is die afstandsbediening van, die witte? Ja, die is van de dakairco waar je dus mee kunt koelen en verwarmen. En verwarmen, ook op stroom dus. Op stroom, ja, dat gaat op 230 volt. Ja, Rocco, kun jij demonstreren hoe die airco werkt? Ja hoor, dat kan wel. Er zijn twee mogelijkheden voor, dat is dus met of de afstandsbediening of door de toetsen op de airco zelf. En dan met het stroomknopje kan je hem aanzetten, met de verlichting kan je de verlichting aanzetten. Temperatuur warmer of koeler. De blaaskracht, harder of zachter, en mode of je wil koelen of verwarmen. En dat is op de afstandsbediening kan je eigenlijk precies hetzelfde doen. En heb je nog een turboknop, dat die extra hard gaat blazen. Dus dan gaat hij in plaats van 3, gaat hij 4 streeps hard blazen. Dat is supergoed. Ja, dat is een goede airco, ja. Daar kun je het heerlijk mee warm krijgen in de caravan, maar ook heerlijk koel. Hebben we hier zo'n tap voor het toilet. Het banktoilet, super ruim. Je kunt je benen ook lekker kwijt in deze ruimte. Hier hebben ze nog gedacht aan een rol voor het toilet. Voor de toiletrol. Vindt zich hier. Hier ook weer hele mooie lampknoppen. En overal spiegels, zodat u zichzelf heel erg goed kunt bekijken. En Rocco en ik hebben de bedverbreding ertussen gelegd, zoals u ziet. Dus dit is een heel erg groot 2-persoons bed. Maar ja, als u denkt van ik heb liever enkele bedden, kan dat ook. Dan halen we de bedverbreding er weer tussenuit. Even, dit kunt aan jou, Rocco. Ja. Zijn dat echt dikke matrassen, zie ik, hè? Ja, heel dik, zeker. Maar toen ik daar net ging zitten, merkte ik niet het verschil tussen het bed of de verbreding. Dus dat is wel heel ideaal. Dezelfde kwaliteit. Als je dan gaat rollen in de nacht, merk je geen verschil. Nee. Kijk, dan komt deze weer tussen. En dan heeft u weer twee enkele bedden. In een handomdraai.
ik zal ze omhoog doen. Dan ziet u wat een zee aan beladingsruimte daar ontstaat. Nog meer dan in de normale caravans, omdat je natuurlijk die breedte van 2,50 meter hebt. Maar weten jullie waar de Hobby Prestige qua maatvoering bekend om staat? Zeg het eens, camera. Wat zijn alle Hobby Prestiges? Ze zijn altijd 2,50 meter breed. Daarom ontstaat er zo'n balzaal van ruimte in de Hobby Prestige caravans. En dit is echt de top met een 26 CL. Ja, dat merk je ook wel als je zo in staat. Maar cameraman, je moet wel opletten, want dat had ik aan het begin van het filmpje wel gezegd hoor. Oh ja, ik vroeg het jullie. Ik denk, het is voor de kijker belangrijk om dat goed te onthouden. Ja, ik denk, moet ik het nou twee keer zeggen? Maar je kunt het beter een keertje vaker zeggen dan helemaal ja. niet. Dat is zeker waar. Ik vind het een belangrijk punt bij de Hobby Prestige, de breedte. Dat heb je goed aangehaald, camera. Wat is dat dan, Rocco? Dat is de lithium-accu van ongeveer 2,5 kilo, waarmee je 35 minuten tot 3 kwartier kan rangeren met de caravan op de mover. Dat heb je wel nodig bij zo'n grote caravan. Ja, echt wel. Ja, ja. Maar met een half uur zal die al wel goed staan hoor. Nou, dan kijken we hier nog een prachtige koelkast. Die kan ik vanaf deze kant openmaken. Maar als je nou in bed zit zoals Rocco, kan Rocco hem aan de andere kant openmaken. En dat is voor het vriesvak identito. Ja, helemaal waar. Een prachtige caravan. En willen we natuurlijk ook nog even een indruk geven aan de buitenkant. Hoe die er aan de buitenkant uitziet. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Zeg het eens. Die vier wielen natuurlijk. Ja, nou, dan gaan we daar meteen naar kijken. Want vier wielen, dat geeft ook wel heel veel rijcomfort, hè? Ja, ja, zeker. Dan ligt zo'n grote caravan heel stabiel op de weg. Inderdaad. Doe dat nog eens open, Rocco. Dat hoort nog een beetje bij de binnenkant. Ik ben zo nieuwsgierig naar die vier wielen, hè? Eerst weer een horddeur. De totale lengte en breedte van de deur. Dus ja, maar ik ben nieuwsgierig naar die wielen. Laat mij nou alsjeblieft die wielen eens zien. Ja, hier heb je al twee. Ja. Kijk maar eens. Mooi, hè? En dan lopen we naar de andere kant. Dan hebben we de andere twee. En dan zie je die nieuwe achterlichten van de nieuwe Hobby, ja, 2025. Prachtig. Kijk, daar heb je de andere twee. Ja. 3 en 4. Maar fantastisch. We vergeten volgens mij één wiel. Dan moet je even met mij meekomen naar voren. Neuswiel? Ja, het zijn er niet vier, maar het zijn er vijf. Neuswiel. Maar is heel klein wiel, ja, neuswiel. Als we er zo langs lopen, wordt die caravan imposant groot is, hè? Ja, echt mooi. Prachtig. Echt mooi. Kijk, daar heb je even wiel nummer 5. Ja. Inderdaad, ja. Zie dit zo'n lading open, Rocco, kijk eens. Ja, die is open. En de voorraam erin, hè? Voorraam ook, maar dus weer door die 2,50 meter dat je enorm veel ruimte hebt om de spullen in de dusselbak neer te leggen. En wat ook leuk is met de Prestige, als we deze even omlaag doen, is dat ruim echt helemaal in het front ligt. Als je zo kijkt, dat is kaarsrecht. Maar Rocco, Ryan, toen we vorige week in Fokwerk waren bij de fabriek, hè, toen zei die directeur, we hebben één caravan die heeft echt alles, hè? En dat is volgens mij deze, hè? Ja, dat is deze. En wat ook nog leuk is in deze caravan, hij heeft dus alles en ook de allerbeste prijs. Laten we daar even naartoe gaan. Nou, bruto kost hij dus dit, hè, Rocco? 52.374 euro. Maar wij van Meerbeek hebben heel scherp in kunnen kopen. We hebben hier heel veel van ingekocht en dus hele hoge bulkkorting gekregen. Ja. En op dit moment kunnen wij deze caravan aanbieden voor 46.995 euro. Dan krijgt u een korting van 5.379 euro. Allemaal vakantiegeld? Zeker. Allemaal vakantiegeld. U kunt het allemaal op www.meerbeek.nl nog een keer bekijken. Maar het leukste zouden we even vinden als u naar Doetinchem toe komt. Dan doen wij u een lekker kopje koffie in. En dan kan deze caravan van u zijn. Nou, echt een mooie presentatie hoor. Echt een hele mooie presentatie. Heren, ik geef jullie de camera. Alsjeblieft. Ryan en Rocco hebben de presentatie van deze topcaravan fantastisch verzorgd. Mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek. Ik werk met veel plezier met hun samen. Het geeft heel veel energie om met jongere mensen samen te werken. Kom naar Doetinchem. Dat hele Meerbeek-team is nog veel meer. We hebben ook nog Mark Meerbeek, Rinaldo Lentink. We hebben nog Marcel Westerveld. Wij helpen u graag. En die hobbycaravans, ja, als je een hobbycaravan koopt, ze zeggen wel eens alles zit erop en eraan. Er zijn nooit geen dure pakketten. Het is een tijdloos design. En als je op Marktplaats kijkt, zul je altijd weer ontdekken dat die hobbycaravans het meest waardevast zijn. Het is een hele zekere koop. En dit is de Hobby, ja, de Prestige 26 CL, de topper uit de collectie. 2,50 meter breed, hij heeft werkelijk alles. Kom naar Doetinchem, wij kunnen u deze fantastische caravans met heel veel korting verkopen. U bent welkom.